Welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag 20 zonnepanelen plaatsen. Ik gebruik de rails even om uit te lijnen. Stijgertje gezet. Dus dan gaan we dakhaken voorbereiden. Schroeven even allemaal hetzelfde. Even naschroeven met de schroefmachine. Hier komen ze op APS te liggen vanwege wat schaduw. Het vermogen is 420 watt piek per paneel. En er zal een driefase groep geplaatst worden. Enjoy! We hebben de duimstok gemeten van hier. En dan kan je gewoon de afstand bepalen. Zo ongeveer een pan vanaf de nok. Dan weet je waar je haken kan steken. Dus dan zetten we eerst eigenlijk een rijtje van onder naar boven. En dan gaan we de onderste rails monteren. Dus alle haken erop schroeven. Klikken we hem erop en dan werken we weer terug naar boven. De eerste haak is geplaatst. Het aanschroefmoment is wel minder. Hè? Dus lees even goed wat Aztec voorschreef. Hier heb je geen rubbers nodig. Want de haak die ligt netjes plat op de pan. Dus dat scheelt weer. De onderste rij zit erop. Qua haken. Dan pakken we hier wat langere, want we gaan onder de schoorsteen door met één. En daar nog twee waarschijnlijk van boven. En dan stopt de onderste rij en dan gaan we naar die kant toe. Van boven, vanwege de slagschaduw van het huis. Af en toe van die vervelende haakjes, zie je ze. Van die dubbele, irritant. De rails voorbereid, mijn collega alvast aftekenen. Is ideaal. Dus we hebben een lengte van voor 6 panelen en voor 5. Dus die van 5 die knallen we daarop. Die van 6 hier. En dan bouwen we nog een klein stukje aan. Maar dat kan op het dak zelf ook. Het mooiste is dat om synchroon met de schoorsteen te houden. Het zijn allebei de kanten evenveel. Dus dan kunnen we die een beetje verschuiven. Dan meten we eventjes. En dit is het eindstuk. En dan klikken we hem vast. De eerste rails zit geklikt. Dus dan kunnen we verder omhoog gaan werken. Nou, als je hem klikt, dan hoor je duidelijk klik. Dan vouw ik altijd deze lipjes even een beetje naar binnen toe. Kijk, tweede rails. Het is maandag. Dus die moeten hier even aanpassen. Het eerste gedeelte zit erop. Dan zijn we hier weer even aan het kijken. Ik heb er 2 meter rails, een 3 en een 3. En dan komen we daar ook wel weer netjes uit. Hier komt dan een rij van 8. Dus dan zitten we met die 10 al op 18, 19. En dan hier van onder er nog eentje bij, dat is 20. Dat is wel heel mooi. Joepie! Dikke tjoepert zit er ook in. Even naar het midden gelegd ongeveer. Straks gaan we ook nog even uitlijnen by the way. Dus dan draaien we een schroefje in een 3 meter rails. Die leggen we erop. En dan zorgen we dat alles strak loopt. Ja, dit is eigenlijk ook al allemaal aangepast. Hier knallen we nog een meter stukje aan. En 1 meter 15. En dan gaan we zo verder. Oh, en Aztec, doe je schroefjes nou eens iets verder erin. Liggen er allemaal los. Het is iets te ver. Gewoon ietsje verder indraaien in de fabriek. Kleur niet alles eruit. Ik ga even uitleggen waarom. Ik heb nu 3 haken zonder schroefje. Er zat natuurlijk een gaatje in de doos. Dat is unie. Dus, tipje, doe ze gewoon iets vaster. Het 1 meter stukje erbij, ook weer afgetekend. Dan kunnen we hier verder de bovenste rij gaan maken.
van 8. Dan maak je gewoon een padje. En dan kan je netjes alle haken steken. Let even op tot hoe laag het paneel komt, dat je er geen last van hebt. Dan kan je via dat padje makkelijk monteren. Dan heb je nou bij een haak dat die heel erg klemt, hè, dus te laag zit, schroef je hem even los. En dan springt hij hoger, terug vast. En dan zit hij weer lekker. Zo springt hij gewoon lekker terug in zijn model. Leggen we even een rails erop. Schroeven we even een zelftapper in. Zodat we hem eraan kunnen hangen van boven. Dan kunnen we eindelijk alles gaan uitlijnen. Alle rails zitten erop geklikt. Zo, hij hangt eraan. En dan zien we hier veel verschil. Dus dan doen we de bovenste en de onderste even naar beneden. Een stukje. Dan gaan we daarop verder breien. Omvormers erop geschroefd. We werken met AP Systems, de DS3. De opstartspanning is wel lager geworden. Zie je, 16 volt. De MPP range is 28 tot 45. Dus de Jinko 420 zit daar prima in. Die heeft een vrij lage spanning, 32 volt geloof ik, MPP. Of 32,5. Maar dat gaat als een treintje tegenwoordig. Dus we gaan de trunkkabel ertussen doen. De tie-rip netjes. Daar komt de lasdoos. En dan maken we DC-kabels naar boven toe. En nog een aarde natuurlijk om te vereffenen. Deze omvormer die zorgt dat de rails aarde heeft. En dat heb ik al eens door gepiept in het filmpje. Maar we moeten ook even deze vereffenen. Zodat de bovenste rij ook aarde heeft. De klemmen van S-Deck, ClickFit, die zorgen dat het paneel ingekerfd wordt aan de bovenkant. Dus die vereffent het paneel ook weer aan de constructie. De einddoppen zijn ook weer smaller, dus des te beter. Dan gaan we even alles netjes tie-rippen. Tie-rips zijn je grootste vriend in de zonnepaneelbranche. Hier zijn geen klemmen of klikkers voor van S-Deck. Tie-rips blijven de max. UV-bestendig, dus er komt nooit meer iets aan. Dus we zorgen dat eigenlijk alles netjes van de pannen af is, zodat het water, vuil, alles kan er nog gewoon onderdoor. Want als je bijvoorbeeld die stekkers los op het dak laat liggen, stel hier ligt een stekker, en er komt vuil achter, grond, vogelpoep, nou ja, grapje. Maar dat wordt op een duur een hoopje en dan kan die uiteindelijk gaan lekken. Het is allemaal waterdicht. Maar je moet het niet opzoeken. Het is gewoon netjes tie-rips gebruiken. Het kost je 5 minuten en het bespaart je uren later. Stel je steekt de verkeerde erin. Ja, want hier moest de voedingskant zijn, want daar heb ik mijn lasdoos. Dan kan je hem ontkoppelen met deze sleutel. Die steek je daar zo in. En dan kan je hem er weer uithalen. Zonder dat de pinnetjes afbreken. Dat moet je natuurlijk niet hebben. De kabel die gaan we eventjes onder de pannen leggen. En dan komt daar de lasdoos. De kabel die kunnen we gewoon via een haak naar buiten laten komen. Ik doe altijd nog een tie-ripje er rond. Die netjes op zijn plek blijft zitten. Niet in kan kerven. En dan kunnen we verder met de aansluiting. Zo, heel de bende van kabels liggen hier bij elkaar. Dus daar kunnen we mooi een lasdoos steken voor 3 fasen. Dus dat is altijd makkelijk aan dit systeem. Je kan gewoon alles aanpassen zoals je wil. Dus je kan zeggen, jij gaat op fase 2. En jij gaat op fase 3. Hè? Enzovoort. Dus dat is heel slim om alles goed te kunnen verdelen. De eerste panelen gaan we leggen. Nou. Gebruiken montagehulp van ClickFit. Die klik je eigenlijk in de montagegaten. Dan gaan we de tweede doen. En
dan hangen we ze aan de rails. En gewoon daar van boven. Ploep. En dan leggen we er eerst een aantal met de klemmen ertussen. En dan later schroeven ze recht vast. Kijk, hier zie je die montagehulp. Die Jinko 420. Dus dan hangen we hem even aan de bovenste rails. Dan komt dat helemaal goed. Kijk, je laat hem even op de rails steunen. Dan sluit je hem op het gemakje aan. Doe die draden altijd even door elkaar heen twisten. Dan blijven ze los. En dan hangen we hem aan de holders. Montagehulp. En daar hangt hij. Makkelijk hoor. Steken we er klemmen op. En de eerste is niet de baas. De tweede is pas de baas van of het recht ligt of niet. De eerste hangt altijd een beetje naar daar of een beetje naar daar. Omdat daar de rails stopt. En dan leggen we zo verder. Zo, de eerste vijf liggen. Dus dan doen we de volgende vijf erop. En dan gaan we zo verder. Er zitten wel wat wespen. Dus ik hou het een beetje in de gaten. Dus ik moet er niks van weten. De eerste 10 liggen. Er staan nog 2 railsjes zagen. En dan links van onderen bij de wespen nog eentje. Dus even kijken wanneer ik dat doe. Dus dan kan de steiger een stukje opzij. Dan kunnen we hier verder. Wasp! Je ziet hem denk ik niet. Nee. 12 is een feit. Dus dan kunnen we hierboven verder gaan. Toegang vanaf het platdakje. Dus dat is verder niet zo spannend. Hartstikke goed zo. Op het gemakje gaan we verder. Binnenkort hebben we ook 425 en 430 watt piek. Dus blijf kijken. Ik hoop dat ze ook eens een keer opschieten met die keuring van die AP Storage accupakket. Dat wil ik ook eens heel graag aan jullie laten zien. Een mooie set zo. Het laatste paneel heeft een beetje schaduw. Verder ook niet erg. Dat is 's ochtends juist weer niet. Mooi op het zijde gericht, maar toch met een parallel systeem. Dus ieder paneel voor zich. En dat is natuurlijk wel handig als je er een huis achter hebt staan. Bedankt voor het kijken allemaal. En ik zou zeggen abonneer mocht je dat nog niet zijn. En tot de volgende. Toedels en een goede opbrengst.